Nou, ik ben vandaag in Meel. Vorig jaar heb ik daar ook al een keer gereden, maar het is een aangemaakt baantje. En nu ligt het heel anders en de baan is heel technisch. Zin in? Ja, heel erg. Nou, aankleden maar dan. Ja. Is in de tussenstand hier vertrokken. Daan Overveld met de 5-6-5 en ook de 3-meter van Joppe Vegschroer. Nog steeds Jan Huisman met de snelle tijd van 1:56.631. De tijdbaan op het moment oprichten. 3:35.67. Ik heb net gereden. Het ging best wel goed. Ik had de eerste tijd. En ja, was wel een mooie baan. Oké. Nou, straks voor de eerste maandstand. Ja. Yeah.
Wat is er volgende week? Een WK. Mag je meerijden met de WK, hè? Ja. In Heerden. Ja. En hoe ging je eerste mans? Goed. Ik had een slechte start, maar toen drukte ik hem heel erg door. En toen remde ik zo erg om mijn voor en dat ik helemaal op mijn voorwiel reed. En toen lag ik derde. Ik lag vijfde bij de start. Eerste rondje lag ik derde. En daarna werkte ik mijn weg mooi door naar eerste. Ja, we gaan allemaal met de 9, de tweede man. Ja, zet hem op. Wil je nog weer komen? Vol door naar een vierde plaats.
Dus het wordt nog opgevoerd voor de kleine bedrijven. Dat is wel kleine en grote bedrijven. Yeah.
kijken op plaats 4. Spanen op de vijfde plaats. Klein rolduik. Op de zesde positie. Op de de 440 plaats van Stan Pijpers. Met in totaal 108 punten op plaats 2. Joppe, verschoor! Ja, nou twee mannen de snelste. Was de man. Die rijdt met 141 op zijn bordje. 120 punten in totaal. Meer is ook niet mogelijk. 2x60 punten voor Jan Huisman.